half 5 opstaan. Meer komt er nu niet uit. En ik ben moe. Zo, ik ben er klaar voor. Of ja, de outfit is aan, laat ik maar zo zeggen. Nu ontbijten. En gaan. Dat is trouwens het halve marathon t-shirt. Hoe schattig is die? Met ouderwetse Mickey en Minnie. En met de mini oortjes. Want we zijn weer twinning vandaag. Let's go. Toch? Let's go. Als Von weer kan zien. Wat zeg je? Nou, bijna doe je hotelkamertje. Oh, wauw. De ochtend schoot me in de keel. Ontbijtje klaar. Alles ingepakt. En Von die is de laatste dingetjes aan het doen. Die moet eigenlijk de schoenen nog aan. En dan is het off to breakfast and the race. En het weer wordt best lekker tijdens het rennen. 19 graden. Beetje bewolkt en een beetje zon. Van alles wat. Dus yes, let's do it today. Ontbijtje is op. Van is nog bezig met de krentenbol. Ik heb daar nog een krentenbol. En het is nu 17:45. Ik denk dat wij zo richting het startvak gaan lopen. Nog even lekker de thee. De thee. En de koffie. En dan... We are going for a 21k. Zo, startvak. En het is super rustig. We staan zo goed als vooraan. En het is nog een uurtje voordat de eerste gaan starten. En ik denk ongeveer 1:20 voordat wij starten. Dus zo nog even een krentenbolletje wat drinken. En then it's time to run. En ik vind het echt heel erg spannend. Om zo'n lange afstand heb ik nog nooit gerend. Van start. 4 kilometer gedaan. Main Street. Naar de kasteel. Hop om. Zo, zoals jullie zien krijg ik niet meer. Ik loop even. Wel flink tempo, maar ik heb Von even moeten laten gaan. Mijn enkel die wil echt niet. Dus ik loop even een stukje. Maar we zijn nu 2 uur verder en we hebben 13,5 ongeveer gehad. Dus ik loop tot de 14. En dan ga ik ook weer proberen te rennen. En kijken of ik mijn misschien dan kan vinden. Dus ja. Maar conditioneel gaat het super. Alleen die fucking enkel. Ja, binnen de 3 uur. Tijd voor de medaille. Daar komen ze! De eerste. Bonjour! Thank you! Oh, okay. Around the ears! Thank you!
them, I keep them. I love them. Ta-da! Allem Abtrieb in Disneyland Paris. Nou, ik zit medailles af. En food. Om van de trilhandjes af te komen. En mijn vingers die zijn 3 keer zo dik als dat ze normaal zijn. Zo, we zijn op de hotelkamer nog even de laatste dingen in aanpakken. Want we konden toch een late check-out krijgen. En dan gaan we het park nog in vandaag. En straks de hele dag. De hele dag, ja. En dan gaan we lekker eten bij Bistro Cher Remy. Ah, en ik was even aan het appen met een vriendin die ook heeft gerend. Die toch meedeed. En voor haar is het nog knapper dat ze het heeft gehaald. Want ze had een flinke blessure na haar zwangerschap. Dus ik ben best... We zijn best wel trots, toch? Want als jij zo lang over een race doet, kan ik alleen maar een dikke duim geven. Want dat is echt mentaal... heftig. Ja. Goed verhaal dit weer. Ik ga alles inpakken. Oortjes op. En park in. En dan denk ik dat we een stop maken bij de Starbucks. En dan is het vanaf nu van vreten. En wijn of bier straks. Want daar heb ik echt heel veel zin in. En dat mijn oortjes zijn. Vanavond gaan we naar het andere hotel. Heb ze dat niet bij de was gedaan? Van is de oortjes kwijt. Let's search. Zo. Stop bij de Starbucks is weer gemaakt. Nu op naar het park. Om Jasmine oortjes te scoren voor Von. Ja, en ze hebben eindelijk op dag 4 hebben ze mijn naam goed kunnen schrijven. En ik ben vandaag Elsa! We zijn weer in een park en we zijn al in een attractie. We staan in... Buzz. I know! It's constantly... Het stinkt hier dus heel erg. Iemand is hele vieze scheet aan het laten. En we mogen al bijna. Het is echt nat geregend, dus we zien er nu wel ons best uit. Maar we gaan nu lekker eten bij Cher Remy, het restaurant van Ratatouille. En daar hebben we heel veel zin in. En ik denk echt dat ik een wijntje ga bestellen of een biertje, want daar heb ik ook heel veel zin in. Jongens, van waar zijn we? Hebben we honger? Ja. Dit is de kaart. En we gaan lekker voor een minuutje. Ja, niet alles wat erop staat, we moeten wel elke gang natuurlijk een keuze maken. Thank you.
got food. Jongens, dit is mijn toetje, maar even kijk hoe groot dat stuk kaas is. Ik dacht dat ik een beetje kaas zou krijgen, maar hier kan een hele familie van mee eten. De verlichting hier is echt, maar nee, we gaan zien hoe ver ik ga komen. Zo, we zitten te wachten bij de carousel. Die haren die worden vandaag, nou, niks meer. Maar in elk geval, we gaan op de carousel. En jullie gaan met ons mee. Vonna gaat voor Female at Flowery. En ik zit op een drank. Dat past toch? En dat was van. Sorry? We hebben afgesloten waar we mee begonnen zijn afgelopen donderdag qua attracties. Wat was dat ook alweer? Turkije. It's a small world. Yes. En nu lopen we richting kasteel. Om voor de laatste keer Disney Illuminations te kijken. En dan zitten de daagjes in het Disneypark erop. En als het lukt. Dan probeer ik een paar kleine stukjes voor jullie te filmen, maar ik denk dat ik net zoals donderdag weer lekker zelf wil genieten ervan. En nou, we wait.
Sometimes our happiness is captured. Somehow a time and place then stay. Love lives on inside our hearts and always will. Mean if done to our words, days to years that go. But when all else has been forgotten, still our soul lives on.